De lente is begonnen, het zonnetje schijnt en dat betekent ook dat de tulpen zijn gaan bloeien. En in deze aflevering van Is het een uitje waard? Ben ik afgereisd naar het tulpen-epicentrum van de wereld, de Keukenhof. En ik ga in deze aflevering kijken hoe het komt dat zoveel toeristen hier naartoe gaan. En ik ga natuurlijk dit uitje voor jullie testen aan de hand van 3 criteria. Beleving, prijskaartje en inspanning. Let's go! Ik sta hier bij André. André, jij bent al heel lang tuinman volgens mij. Ja, hier op Keukenhof al 33 jaar. Ja. We bestaan nu 70 jaar. En in die tijd had je heel veel bloemenshows. In Haarlem, Heemstede en overal had je buitenshows. En dat gingen ze hier ook doen. We hadden hier een hele grote tuin die een beetje verwaarloosd was. En toen dachten ze, als we hier nou ook bollen gaan planten om te laten zien. Maar ja, na 1 jaar was het meteen al een succes. En hoeveel bollen hebben jullie hier eigenlijk? Nou, we replanten elk jaar. Dus we straks halen we alles er weer uit en dan gaan we er 7 miljoen bollen inplanten. 1 oktober beginnen we en rond de Sinterklaas, kerst zijn we klaar met 40 man elke dag. Het is allemaal handwerk. En wat maakt nou de Keukenhof zo bijzonder dat hier zoveel mensen naartoe komen? Omdat het een compleet plaatje is van de natuur, flora en fauna. Je hebt veel vogelgeluidjes, een klein boerderijtje. Maar je hebt ook je bomen, je bloesembomen, je hele grote bomen. Het fijne gras. Nou ja, je lentebloemen zijn altijd heel pieterpeuterig, mooi en fijn. En je geur heb je hebt de geluidjes van de watervalletjes. Alles bij elkaar maakt het plaatje zo compleet dat je denkt van, wow, dat is echt mooi. Zelfs al werk ik hier 33 jaar, ik loop ook door het bos en denk ik, jezus, mooi hoor. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we gauw een kijkje gaan nemen. Voor kinderen is er genoeg te doen. Hierachter zit een kinderboerderij met geiten, zoals je misschien al wel hoort, en ganzen. En achter mij een doolhof. Laten we hopen dat mijn richtinggevoel me niet in de steek laat. Nou, voor de sluiproute. Nou, dat is alweer gelijk niks. We komen wel steeds dichterbij. Nu zijn we wel heel dichtbij. Als het nu nog fout gaat, dan weet ik het ook niet meer. Yes. Made it. Ieder jaar heeft de Keukenhof weer een ander thema. En dit jaar is dat Flower Power. En de verschillende tuinen zijn dan ook geïnspireerd door de hippies en muziek uit de jaren 70. Wat maakt het zo leuk voor u? De kleuren, de geuren, zeker met het weer erbij, dan is het fantastisch natuurlijk. En ook gewoon met de jongens kan je altijd wel weer wat leuks doen. Dus ja, we maken ons eigenlijk altijd samen met mijn moeder die nu ergens loopt. Maar ja, we hebben het altijd heel erg aan zin. Maar het is ook elk jaar ander thema, elke keer weer andere opstelling van de bloemen. Ja, in één keer ga je wat vroeger, dan is het wat minder groen. En als je later gaat, heb je wat meer groen van de bomen. Dus ja, het is gewoon zo mooi. Ja. Wat vind je ervan? Leuk. En wat vind je er zo leuk aan? Dat je in de molen mag. Dat we in de molen mogen altijd. En je mocht vandaag een touw maken. Hè? Heeft hij zelf gemaakt een touw? Oh, kijk eens aan, mooie kleurtjes. Leuk, ja. En we gaan er met touwtjes springen. Ik met de bloemetjes. Dat is wel leuk, hè? Ja. Dat was hem dan en dan is het nu tijd voor het eindoordeel. Ten eerste de beleving. Nou, je ziet het wel om me heen. Als je bloemliefhebber bent, dan kom je hier zeker aan je trekken. Ik geef hiervoor 3 uitjes. Dan het prijskaartje.
Een toegangskaartje voor een volwassene kost zo'n 17 euro. Vind ik niet heel veel als je bedenkt hoeveel bloemen je hier te zien krijgt. Daarom geef ik hiervoor 4 uitjes. En tenslotte de inspanning. Het park is vrij goed toegankelijk, behalve paadjes als deze. Maar voor de rest goed te doen, daarom geef ik hiervoor ook 4 uitjes. Dan is het nu tijd om antwoord te geven op de vraag, is de Keukenhof een uitje waard? Nou, er komen jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen hierop af. Dus ik vind het dan ook zeker een uitje waard. Vond je deze video nou leuk? Of heb je zelf een suggestie over een uitje dat ik absoluut moet gaan doen? Laat het dan weten in de comments hieronder. Tot volgende week en peace! Wist je dat abonneren veel makkelijker is dan jong leren? Dus doe je ding en klik hiernaast.